En speciaal voor de puberfase van dit langlopende onderzoek is er hoog bezoek uit Den Haag. Met een gulle gift van 4 miljoen euro. Het kabinet hoopt wel mee te profiteren van de resultaten. Gezond en veilig opgroeien is ongelooflijk belangrijk voor alle jongeren in Nederland. En gelukkig is dat voor de meeste jongeren het geval. Maar we zien ook van dat in deze ingewikkelde samenleving met heel veel keuzes, gezond en ongezond gedrag, wat je meekrijgt van je ouders en wat niet, in welke omgeving je opgroeit, ongelooflijk belangrijk zijn voor de vraag, kun je gezond en veilig opgroeien? Daar willen we natuurlijk meer van weten. Dat is belangrijk voor het beleid, maar ook belangrijk voor de ouders en kinderen zelf en natuurlijk ook voor de artsen. Generation R is gestart toen deze kinderen nog in de buik van hun moeder zaten. En nu zijn het tieners die onderworpen worden aan een lange lijst van tests en metingen. Aan de MRI-scan en bloed prikken en fietsen. Nog veel meer dingen. Het is een waslijst. En hoe oud ben je eigenlijk? 12. Een beetje tiener. Je heeft er helemaal geen zin in? Ik blijf gewoon doorgaan tot het einde. We kunnen eigenlijk naar verschillende dingen kijken. Het heeft bijvoorbeeld te maken met hoe goed je longen zijn of hoe goed jouw conditie is, hoe ver je hier kan komen. Dus we gaan daar denk ik mooie onderzoeken mee doen. Ook het hart, de hersenen, het gehoor en gebit, alles van de tieners wordt gevolgd en in kaart gebracht. Wat wij willen te weten komen is waarom het ene kind gezond opgroeit en het andere niet. En de rol van die puberteit daarin. Ik vind het leuk om mee te doen. Al die testjes om te doen vind ik allemaal heel leuk. De jonge proefkonijnen hebben er nu nog volop zin in. Maar wat als ze straks echt gaan puberen? De meeste kinderen vinden het heel leuk. De lastigste leeftijd moet nog komen. Ja, en dat maakt het onderzoek zo ontzettend leuk. Dat je juist deze kinderen die in zo'n belangrijke fase van hun leven zitten, ook moet overtuigen dat het belangrijk is om hier naartoe te komen, mee te blijven doen, voor hunzelf en ook voor een nieuwe generatie Rotterdammers en Nederlanders.